Dus ik ben Guy Goetals, vroegere scheidsrechter, internationaal scheidsrechter. Gedurende 30 jaar hier in België en 10 jaar in het buitenland. Mijn vader Raymond is nu weer in de belangstelling, ik ga zeggen weer, omdat hij altijd bijna een hoofdfiguur gebleven is hier voor het Belgisch voetbal en ook op internationaal vlak. En het is nu ook 25 jaar dat een eerste en laatste Franse club, Olympique Marseille, de Champions League gewonnen heeft. Dus een kleine anekdote betreffende mijn vader. U weet dat hij rookte. En op een bepaald moment, toen hij nog trainer was bij Sint-Truiden, STVV, moest Sint-Truiden naar AA Gent gaan spelen. En op een bepaald moment was hij zodanig bij het voetbal betrokken dat hij naast daar de andere bank ging zitten. En dus dat hij daarnaast uiteindelijk gevallen is met zijn sigaret, zijn fameuze Belga. Voilà, dat is het.